Ja, we hebben ons eigenlijk niet voorbereid. We hebben ook niet getraind of zo. Maar ik vermoed wel dat we dat toch gaan halen en we gaan op karakter zetten. En, ik denk dat dat geen probleem mag worden. Ik heb wel een redelijk zware rugzak, maar ik ga dat wel kunnen met zo'n band hier. Maar ik heb er natuurlijk wel heel zin in. En ja, het zou echt tijd worden met onze groep. We zijn wel niet maar niet zoveel. Er zijn er een paar die hebben afgehaakt nog, zo, maar het zou echt top worden. We zijn er eigenlijk al maanden aan bezig en gelijk zo om de tochten uit te tekenen en zo. Zijn we al 3 keer op voorbereidingsweekend geweest naar de streek waar we zullen stappen. En ja, normaal gezien zijn we er helemaal klaar voor en is alles vrij goed voorbereid. We hebben met de leiding speciale pakken besteld uit China om ons toch maar te verkleden, om onze leden wat te motiveren. Heb je al een idee waar de geheime stad X zou kunnen liggen? Zijn er al geruchten of zo? We hebben eerlijk gezegd nog geen idee, maar we hebben al gegokt op B10 op de map daar. Maar we weten dus natuurlijk eigenlijk niet naar waar dat is. Allee. 2 jaar geleden was het naar Gerardsbergen, maar je ziet dat pas naar de laatste dag toe naar waar dat gaat stappen. Onze rugzakken gaan van 5 tot 12 kilo, dus dat is wel redelijk veel, maar we hebben geprobeerd alles een beetje te verdelen, zodat iedereen gelijk aantal gewichten heeft. We zeggen allemaal doorzetten en ik hoop echt dat ze allemaal Stad X bereiken.